Goedenavond allemaal. Zo, ik moest nog even mijn licht op de kamer uitdoen. Ik hoop dat zo het licht goed is. Dat iedereen straks goed kan zien. Hallo, hi Ricky. Ik weet niet of het al souvenir is. Ik zal even kijken. Oh, ik kan het net niet zien. Oh, dat stukje cardstock, Corby, dat mocht ook wel van een A4'tje. Dat maakt niet zoveel uit. Nog 1 minuutje. Fijn, dankjewel Miranda. Dan wacht ik nog eventjes. Goedenavond allemaal. Natuurlijk mag je alleen meekijken. Helemaal goed. Ik denk vast dat Anneke hem wel op het YouTube kanaal zet. Van Hobbyshop Veldmaat. Oh, lekker cappuccinootje. Ga ik straks ook lekker doen. Ik leg even mijn spulletjes aan de kant. Dan wou ik jullie eigenlijk eerst even met... ik ga gewoon beginnen. Papier even laten zien waar ik vanavond mee ga werken. Dus Nature at Home. Ja, dankjewel Anneke. Hier gaan we mee werken met dit papier. Het is echt schitterend. Ik heb een paar velletjes gepakt. Dit is de eerste. De achterkant even laten zien. Dat is ook een mooie. Ja, en deze. Het is prachtig papier. Mooie kleuren. En dit is de laatste. Er zitten 3 velden in 1 pak. Dit pak heeft Anneke ook in de aanbieding voor jullie. Als jullie dit willen aanschaffen, krijg je 15% korting. Op het dessertpapier. Nou, dan pak ik mijn werkbeschrijving erbij en dan wil ik eigenlijk wel beginnen. Hoepla. Anders gaat het in die kant. Dan wil ik beginnen met het cardstock A van 24,5 × 15. En kartstok B van 8,5 × 15. En kartstok A, dat gaan we rillen op 7,5 gaan we deze rillen. Even een snijmesje aan de kant. Even kijken of ik hem goed heb. Of jullie het zo goed kunnen zien. 7,5 gaan we die rillen. En we gaan hem op 8,5 rillen. En we rillen hem op 23,5, oftewel 1
vanaf de kant. Om die op te rillen. En dan cardstock B. Die rillen we op een centimeter. Die rill ik altijd aan de andere kant. Dat vind ik makkelijker. Rillen we die zo. Ja, dan is dit rillen even klaar. Kun je deze vouwen op 7,5. Even een vouwbeentje. Kun je hem rillen op 7,5. En op 8,5. En op 1. De andere kun je rillen op 1 centimeter. En dan deze 1 centimeter, die gaan we plakken aan deze 1 centimeter. Mag je met tape doen, mag je met lijm doen. Ik doe het altijd graag met lijm. Kan ik hem nog even schuiven. En dan doe ik lijm op de binnenkant van het korte stukje. Daar doe ik mijn lijm op. Dan leg ik hem er zo onder, plak ik hem er zo tegenaan. Voila, schuift hij. Het zit er niet helemaal goed voor. Zo, en dan heb je dit. Ja, ik hoop dat dat lukt. Dan leg ik deze even aan de kant. En dan wil ik eigenlijk graag verder met kaartstok 29 keer 15. En 29 keer 15 gaan we oprillen. Kijk, ik heb een spiekbriefje erbij gemaakt. Die gaan we rillen op 7. Dus cardstock C gaan we rillen op 7. Deze even uit. Op 7 en op 14. En op 21, ik weet niet of dat nog te zien is in beeld, 21 en op 28. Dan haal je net een ribje over van 1 centimeter. Ja, kaartstok rillen op 7, 14. 21 en 28 centimeter. En dat doe je bij allebei. Dus bij allebei wil je op 7, 14, 21, 28. Ik weet niet of de mensen meedoen, of het zo duidelijk is. Ja, en dan leggen we de kaartstok leggen we met de rilrandjes tegen elkaar aan. Met die korte, met de 1 centimeter randjes. Leg je ze tegen elkaar aan. En dan zet je een stipje. Even mijn potloodje pakken.
Dan zet je een stipje bovenaan naast het 1 centimeter randje. Dan ga je een stipje zetten. En aan de andere kant, ik leg hem even zo neer. Dan teken je een lijntje af van 5 centimeter aan de onderkant. Dan teken je ook weer een stipje. Dus deze aan de bovenkant. En dan deze vanaf de onderkant 5 centimeter. Dat is dan de rechtse. En dan heb je het linkerpaneel. Dan zet je ook een stipje bovenaan bij de 1 centimeter lijn. En dan doe je hem rechts onderaan vanaf 5 centimeter. Zet je ook even een streepje. Teken je daar even af. Dan heb je dus een links en een rechts paneel. Dat is wel even belangrijk. Dan gaan we dit stuk, een centimeter is niet groot genoeg, maar dit stuk gaan we even wegsnijden. Dus doe je van boven naar beneden. Dus naast het 1 centimeter lijntje. Tot aan dit streepje, 5 centimeter. Ik zal even goed kijken. Dan leg ik hem weer dicht. En dan kun je dat zo afsnijden. Dan hou ik deze over. Dat doe ik ook aan het andere paneel. Streepje. Ik hoop dat het zo in beeld is. Snij je ook deze bovenkant, snij er dan af. En goed acht op geven dat je een linker en een rechter paneel hebt. Dat is wel eventjes belangrijk. En rechter paneel. Ja, fijn Anneke dat goed te zien is. Prima. Dan gaan we de rillijntjes vouwen. De 1 centimeter lijn, die vouw je naar binnen. En dan vouwen we als een zigzag, dan gaan we opvouwen. Dan heb ik deze paneeltjes. Ik heb een werkbeschrijving gemaakt. Even kijken, een linker en een rechter paneel heb je nu. Nu neem je het rechter paneel. En dan knip je dit, deze vouw. Dus je hebt twee bergvouwen en een dalvouw. Die dalvouw, die knip je van onder, knip je die in tot aan de helft. Je mag ook het rillijntje zo ietsje wegknippen. Dat je iets meer ruimte hebt zometeen. Zie je straks niks meer van hoor. Die knip je van onderaf in. Zo op de goede pak. En van deze dan het bergvouwtje. Die knip je van bovenaf in. Dus dan draai je hem even om. Die knip je van bovenaf zo even in. Ook tot aan de helft. Knip je de rilvouw, knip je iets weg.
Ja, en dan heb je twee paneeltjes. En dan komen ze straks in elkaar. Deze mag naar binnen gevouwen worden. De plaklijn komt naar binnen. Ik vouw ze net even andersom. Deze plaklijn is ook naar binnen. Dan komt het zo. En dan pak ik mijn basiskaart erbij. En dan komt het straks zo in je basiskaart staan. Zo komt hij dan. Nu heb je dit dus ingesneden naar boven en de onderkant. Dan mag je deze zo in elkaar schuiven. Waar je ingeknipt hebt, dat schuif je in elkaar. En dan ga je net de paneeltjes net weer andersom. Je moet hem zo hebben en dan draait deze zo naar die kant. En deze draait naar die kant. Ik moet hem eronder langer zien doen, zie ik. Oeh, wat een gevoel. Zo. Kijk, zodat je de... Ik hoop dat jullie het kunnen zien. De plaklijntjes, die komen hier op. En deze vouw je weer terug. Dan zitten ze zo, zitten ze in elkaar. Ja, dus je vouwt hem van boven, de rechtse vouw je van boven af in de linker. Ja, en om vast te plakken moet je een midden te krijgen. Kunnen we in het midden nog eventjes een potloodpuntje zetten op 7,5. Zodat je hem straks mooi in het midden kunt krijgen. Ik hier ook even mee. Als je wil mag je de puntje er nog even afknippen. Ik doe het wel eventjes. Knip dit stukje nog even eraf. Ja, en dan vouw ik hem helemaal terug, zodat ik dit lijntje hier heb. Kan ik lijmen. Je mag het ook met tape doen. Maar ik vind altijd, lijm vind ik altijd heel handig. Ik zal hem nog even schuiven. En dan kun je precies op het lijntje leggen wat je afgetekend hebt. Bovenin en hier onderin. Even zien of ik hem goed in het midden heb. Ja. Kun je helemaal mooi meedraaien. Dan kun je het ook aan de andere kant doen. En dan kun je net zo mooi tegen elkaar aanleggen. De bovenkant en de onderkant. Potloodpuntje op 7,5. Ja, klopt. Ik had ook nog gevraagd om zo'n randje. Een bordenrandje heb ik ook. Maar die plak ik er straks achter. Aan de achterkant, daar plak ik dan ook nog even weer een schutvelletje of een dessinpapiertje. Dan heb je hem dus echt bijna in elkaar, want hij wordt dan, wordt dit straks je kaart. Ja.
even zien. Dan had ik de zendpapiertjes gevraagd. Even kijken. De zendpapiertjes. Wat aan de voorkant. Deze de zendpapiertjes had ik aan de voorkant bedacht. Deze komen zo hier. Dat geloven jullie vast wel. En ik had ook de zendpapiertjes voor de binnenkant. Dan ga ik die even met jullie doen. Dat is even iets lastiger. Deze twee. Die had ik bedacht hierin. Hierachter. En eentje hierachter. Die ga ik even plakken. Ik hoop dat ik de goede maten heb. Ja. Ik heb mijn decemberpapier al gedistressed. En dan deze, die plak ik net zo mooi over dat plakrandje heen. Aan deze kant, aan de binnenkant. Zie je de plaklijntjes straks niet meer. En aan deze kant, dan plak ik de andere. Mijn lijn loopt niet, ik heb hem niet op de kop gehad liggen. En aan deze plak ik. Hier aan de binnenkant. En gelijk die plakrandjes mooi afgewerkt. En dan had ik hier nog twee. Die komen aan deze kant. Doe ik ook straks eventjes. Dat is ook wel goed. En dan had ik drie... vier matrandjes. Ik hoop dat hij niet al te veel schittert. Dan begin ik met de eerste. Ik heb een extra matrandje, dus ik doe het even ietsje anders. Dat plak ik straks. Nu het eerste matrandje. Het glitsert een beetje. Die komt hier aan de binnenkant. En dan leg ik hem zo neer dat ik een mooi matrandje heb. Aan alle kanten. En dan dit. Ik had gezegd 14,5 keer 6,5. De matrand is er nou 14,5. En bij deze leg ik hem precies. Leg ik hem. Snij ik hem even op dat randje. Zet ik daar even in. En dan knip ik van dat hoekje. Knip ik hem hier af. Zodat deze er mooi in past. En zo je ook aan de onderkant nog een mooie matlaag hebt. Dan heb je er natuurlijk ook nog aan de andere kant één. Dan leg ik even op elkaar. Komt hij met mijn andere, een beetje scheef, met mijn andere schaar snijden, zie ik. Dan knip je ze zo af en dan kun je ze zo in elkaar leggen. Dan hebben we natuurlijk deze matte randjes. Het glittert allemaal wel een beetje, zie ik. En dan deze leg ik hier op. Zodat ik ook een mooi mat randje heb. Teken ik hem daar weer af. Knip ik deze weer tot aan het puntje. En dat doe ik met die andere ook. En dan leg ik hem de goede kanten op elkaar. En dan knip ik het weer af. Zo heb je weer de goede stukjes.
Even mijn distressen nog pakken. En dit plak ik dan hierop. Ik werk best wel veel met spiegelkarton. Ik vind het zo leuk om te doen. Het geeft zo'n mooi effect. Oké, dan heb je zo je matte randje erop. En op deze. Ik pak mijn kaartje weer bij. En dan deze, die schuif ik hier zo in. Dan leg ik hem even goed neer. De onderkant ook. Kijk maar of het goed is. En dan lijm ik hem er zo in. En dan zo heb je je matrandje. Ik ben niet zo van het meten. Ik heb meestal wat op het oog. En op deze kant kun je hem dan ook zo erop leggen. En heb je zo heb je je matrandjes. Ja, dat is de eerste. En ik heb een dubbele matrand. Deze doe ik er straks even op. Ik maak straks mijn kaart af. En dan pak ik de volgende matrand. Die ik, of dessinpapier wat ik opgegeven had. Dat was 6,5 keer 12. 2 keer en 2 keer 6 keer 11,5. Dan doe ik dit ook even weer aan de kant. En dan doen we weer hetzelfde. Deze komt dan aan deze kant, hieronder. En dan de maat van de hoogte is al goed. Als het goed is, is dat al je matrandje. Dan leg hem weer zo neer. Dan teken je hier langs het lijntje. Tegen die andere schuinte teken je hem gewoon af. Ga ik van het hoekje daar weer naartoe. En dan pak ik mijn andere. Dan leg ik de goede kanten op elkaar. En dan kan ik er zo weer langs heen knippen. Dan heb ik weer de goede matrandjes. Ik wil dat geglinste gelijk even wegdoen. Deze kan aan die kant. En dan had ik dus mijn andere matrand er al bij. Die leg ik er dan gewoon op. Van wat je al gesneden hebt. Teken je af op het randje wat je hebben wil. Knip je weer van de hoek naar je stipje. Dan pak je die andere goede kanten op elkaar. En dan knip je er zo weer langs. Oh, moet ik er wel goed langs knippen. Ik heb zo'n glazen plaat, die geeft zoveel lawaai. Deze, die moet nog even een keer distressen. Die plak ik dan hier weer op. Ik zie geen reacties meer. Oh, dan moet ik hem even weer aantikken. Ik zie nog mensen binnenkomen. Leuk. Goedenavond. En even kijken wat je hem hebt hier. En deze plak ik dan hier op. Mooie achterkant. Zonde. Plak ik hier weer op. En dan leg ik hem plat. En dan leg ik deze hieronder. Dus ook tussen. Aan deze kant. Dus deze blijft dan vrij. Aan de achterkant blijft hij vrij. Kijk, en de lijn doe ik hier altijd goed. Oh.
kant, ja. Ja, leg ik deze hier weer op. Dan heb je hier dus je inkepingen. En deze val ik ook weer terug. Dan leg ik die andere hier op. Zo op deze manier. Zo, dan leg ik deze weer goed terug. De volgende komt dan weer hierop. En dat was de mat van 6,5 keer 9,5 en dessinpapier van 6 keer 9. Deze heb ik daar weer voor bedacht. En deze leg ik hier weer op. Vouw ik deze dicht. Weer goed je matrandje. Dan kun je zo weer langer tekenen. Ik denk dat dat het makkelijkste hulpmiddeltje is om alles af te meten. Even kijken, waar was die hier zo? En dan pak ik weer de goede kanten op elkaar van je dessinpapier. Van je matlaag. En dan doen we ook weer met ons dessinpapier. Ik heb allemaal dezelfde zo, maar er komt straks nog een andere overheen. Dit teken ik ook weer af op het matlaagje wat ik heb wel. Knip ik weer schuin af. Deze leg ik weer de goede kanten op elkaar. Knip ik die weer af. We zijn er bijna. Zo kan ik het even een paar keer voordoen. Ja, ik hou ervan, dat zilverpapier. Daar ben ik mal van. Het is maar een klein randje wat je ziet. Het komt altijd zo mooi uit. Deze komt er hierop. En dan dit plakken we aan die kant. Kijk, dan krijg je hem zo. Even met doekje de lange aan. Dan krijg ik toch een zilver mat laagje en dat vind ik niet zo mooi. En deze plak ik aan deze kant. En dan heb je al je mat laagjes voor de binnenin. Dan komt er nog één op de buitenkant. Dan had ik deze voor bedacht. Dat zijn 6,5 keer 7 en 6 keer 6,5. Deze, die doe ik straks eventjes. Dan leg ik deze er ook weer op. Matlaagje er weer op. En dan teken ik hem ook weer af, zoals ik het matlaagje heb er wel. En dan ga ik zo weer naar het puntje. Leg ik weer de goede kanten op elkaar. Knip ik dat zo weer af.
heb je twee goede stukjes. Moet ik ze wel goed nemen. En dan doe ik ook met dit. Leg ik er weer goed op. En dan teken ik hem weer af waar ik hem heb dan. Knip ik dit stuk weer af. Deze goede kanten op elkaar. Even weer met mijn distress-tellaars. Plak we deze even weer op. Glijdt al zo mooi op dat zilver papier. Ik ga het nog even goed vastzetten. Deze komt hier. Deze plak ik weer de voorkant. Een beetje verschoven. Zo, dat wil ik natuurlijk wel netjes erop hebben. En deze komt aan de kant. Zo, dit was het designpapier hiervoor. En dan hadden we nog een stukje van 4x5 centimeter. Die had ik nog gevraagd. En dat is om dit stuk dicht te zetten. Dus ik doe de lijm op. Of het hele stuk doe ik even lijm. En dan leg ik hem een beetje in de midden. Dan vouw ik het er zo overheen dat ze deze twee mooi aansluiten. En dan heb je hem dicht. Doe ik eventjes de lijm. Even goed aandrukken. Schuif hem even. En heb je hem dicht. En dan kun je hem zo vouwen. Dat je hem mooi. En als je dan je kaart neerzet. Kun je hem zo naar voren halen. Ik wil het zo goed kunnen zien. En dan is dit het modelletje. Die nog even. Dit is het modelletje wat ik bedacht had voor jullie. Ik zie dat nog maar eventjes goed aandrukken. Hij laat iets los. En dan had ik nog een stukje van 1,5 × 9. En dat 1,5 × 9, dat gaan we nog even weer rillen. Een stukje van, even mijn snijmesje aan de kant. Een stukje van 9, 1,5 gaan we rillen op 1,5. Op 3. En wat doe ik dan? Dan draai ik hem altijd om. En dan ril ik hem nog een keer op 1,5. En op 3. Dus 1,5 × 3. En dan draai je hem om. En dan doe ik nog een keer op 1,5 × 3. Heb je dit strookje. Dan vouw je deze twee naar binnen. En die twee vouw je naar buiten. Zodat je dit krijgt. Krijg je dit stukje. Ik leg het hier voor me neer, want ik zie dat het niet helemaal. Ik had al even wat uitge. Tape zo.
nog even wat laten zien. Deze plak ik hier. En dit stukje doen we even lijm. Deze twee stukjes komen tegen elkaar. Dan doe ik hier even lijm op. Dit en dit. En deze, die plak ik hier zo, in de midden, precies zo. Een beetje te veel lijm eraan. Ik hou hem even vast. Dan popt hij op naar boven. En als je hem dan pakt, dit zal ik er straks even aan maken. Dan kun je zo nog een mooi... Kun je nog wat opdoen, wat er zo mooi naar boven kan staan. Ik heb ook een voorbeeld gemaakt, zal ik zo laten zien. Dan komt dit hier zo tegenaan. En dan komt hij ook mooi recht ervoor te staan. Dus dat doen we. Zo nog even het touwtje er nog laten zien. En dan had ik nog een stukje van 2,5 keer 5 van 30,5 of 29,7. Dat maakt niet zoveel uit. En twee rondjes. Hier zijn mijn rondjes. Daar had ik al even een plaatje voor gevonden. Nou, met één rondje, als deze nog klaar is, ik heb iets te veel lijm, zie ik. Ik moet even mijn lijm weghalen. Zo. En dan komt dus een mooie pup-op zo tegenaan te staan. Zo. Dan vouw hem dicht. Als je alle decemberpapier geplakt hebt, vouw je hem dicht. En dan pak je je strookje. En dan vouw je er gewoon een bellyband van. Je vouwt hem er gewoon omheen. Niet al te strak. Dit tegen elkaar aan ligt. Dan moet er ook weer af kunnen. En dan had ik deze twee op elkaar. Ik wil even op elkaar plakken. En dan doe ik op één stukje. Een beetje lijm. En op die andere ook. En dan vouw je hem zo tegen elkaar aan. En dan je rondje erop. Ik zit er niet recht voor, dus ik kan het niet zo goed zien. En dan heb je je bellyband. Je kan het ook met strikjes doen als je dat wil, maar... Ik vond dit ietsje mooier. En dan kun je afschuiven. Die kaart open. Op je neer. Trek hem zo uit. Nou, dit was mijn voorbeeld. Ik ga hem zo nog eventjes afmaken. Dan zal ik nog even mijn... Een voorbeeldkaart laten zien die ik gemaakt heb. Ik heb deze gemaakt. Jullie kunnen ook nog je randje er even achter plakken, die ik ook gevraagd had. Bellyband, kunnen we hem afschuiven. Kaart open. Zet ik hem even rechtop, zodat jullie kunnen zien. En dan kun je hem zo... Ja, dit is mijn kaart. Ik heb hier de binnenkant anders gedaan. Dan heb ik hetzelfde gekleurd kaartstok. Dan heb ik geëmbost met Happy Birthday. En daar heb ik de stukjes van gesneden. Zo kun je het ook doen. Een beetje versierd. Misschien kun je het hier ook wel zien dat ik hier zo'n stukje ertussen heb gedaan.
dan blijft je embellishment blijft dan mooi rechtop staan. In de achterkant heb ik weer beplakt. Het randje erachter gedaan. En dan heb je zo'n lelijk plakrandje, dus dan heb ik nog een stukje decempapier eroverheen geplakt. Nou, dit was mijn creatie voor vanavond. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Dankjewel. Jullie kunnen meedoen met deze kaart om te maken. En die mag je dan plaatsen op de pagina van Hobbyshop Veldmaat. Onder een bericht van plaats hier je creatie. Het designpapier, dat kun je dan bestellen bij Anneke. Nature at Home is dit. Dat is echt superleuk. Even laten zien. En deze. Die. Kun je bestellen bij Anneke met 15% korting. Video kunnen jullie terugvinden bij Hobbyshop Veldmaat op het YouTube kanaal. Je creatie die kun je inleveren tot volgende week dinsdag, tot 15 februari. Straks om 8 uur gaat er nog een bloghop van start. Kunnen jullie ook nog kijken, kun je bij de dames langs die als deze creatie ook gemaakt hebben. Als decenteam hebben we alvast vooruitgewerkt. Dankjewel Anneke, graag gedaan. Was leuk om te doen. Beetje spannend, maar het geeft niks. Maar weer leuk. Dankjewel allemaal voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Fijne avond.